De Belastingdienst zal binnenkort verhuizen naar het gebouw waarin de Amerikaanse ambassade was gevestigd aan de Dr. Sophie Redmondstraat. De overheid heeft dit pand voor 4,2 miljoen US dollar gekocht. De verkoopakte en andere bijbehorende documenten zijn gisteren door de notaris gepasseerd op het ministerie van Financiën. De documenten werden getekend door de Amerikaanse zaakgelastigde Michael Keyes en RGB-minister Lekram Soerjan. Financiënminister Gilmour Hoefdraad zegt dat alle afdelingen van de Belastingdienst in het gebouw gefaciliteerd zullen worden. De discussie over de koop van zo'n gebouw dat centraal staat, zeer dichtbij het regeringsgebouw voor het ministerie, was reeds lang van tevoren besproken. Op een gegeven moment besloten wij dat het toch wel de Belastingdienst zou worden in het transformatieproces. Waarbij we bezig zijn, is het huidige gebouw niet functioneel. We kunnen nu gaan naar een gebouw waar alle afdelingen in horen, maar ook alle nieuwe technologie die we bezig zijn in te voeren in, onze Belastingdienst, ten behoeve van ons hele belastingsysteem. Voor ons was het een meevaller, omdat het paste binnen het hervormingsproces van de belastingen. Hoefdraad zegt verder dat de transformatie van de Belastingdienst ook met behulp van de IDB voltooid zal worden. Dit gebouw, de hier en daar herconstruering zal plaatsvinden en de volledige equipment van het gebouw zal door de IDB worden gefinancierd. Dit zeggend, het proces van koop was niet eenvoudig, omdat we natuurlijk aan de regels van twee landen moesten voldoen, aanbestedingsregels, comptabele regels, maar ook die van de IDB. In een heel vroeg stadium is er, en dat gaat ook via aanbesteding, het advocatenkantoor Narendorp, kosten en advocaten van de leiding van de Edward Narendorp erbij gehaald. Verder is er ook via aanbesteding het bedrijf Sunicon erbij gehaald. Voor het afhandelen van de nodige tractatie en direct werkend aan de herinrichting van wat het belastingkantoor zal moeten zijn. Aldus minister Hoefdraad van Financiën, hij zegt dat dit een nieuw tijdperk wordt voor de Belastingdienst.